Wij maken al 5 jaar lang video's. Maar dat gaat niet altijd even vlekkeloos. Er zitten genoeg video's tussen waarin wij fouten hebben gemaakt. En wij zijn heel erg benieuwd of we jullie die fouten eruit kunnen halen. Dus bij deze, al onze video's terugkijken waar fouten in zitten. Let's go! We hoppen meteen naar de allereerste video. En deze is nog vrij recentelijk, maar hierin zit al een foutje. En wij zijn dus erg benieuwd of dat jullie deze kunnen zien. Mam, is het oké als je vieven afmeet? Nou, dat is denk ik niet zo handig. Waarom niet? Nou, we hebben niet zoveel vlees, Maxime. Oh, maar dan doe ik mijn vlees met Sophie. Vind je het oké? Oh ja hoor, prima. Weet je moeder eigenlijk wel dat je hier eet? Mam, het is 3 uur. Dan bel mijn moeder even dat ik hier eet. Maxime, je zet me echt voor het blok zo. Lekker vragen waar zij bij je staat. Hoezo? Het mocht toch? Ja, ik heb niet echt een keuze. Lastig nee zeggen zo. Ja, moet ik dan zeggen dat het niet kan? Nou, ik hang mijn moeder net op. Ik mag hier eten. Nou, wat fijn. We eten over 2 uur. Ja, wat was nou die fout? Ik heb hem gezien. Ik heb hem ook zeker gezien. En heel veel andere mensen in de comments ook. Ja, heel de comments stonden ermee vol. Deze is ook wel echt heel dom van mij, hoor. Deze is echt heel dom. Ik heb deze video dus geëdit. En ik ga jullie vertellen wat dus de fout is. In de video zie je dus tijd staan rechtsbovenin. Wat ik dus geblurred heb in de video. Maar precies op het moment wanneer ik de tijd letterlijk zeg. Dus ik zeg dan 3 uur. Mam, het is 3 uur. Staat er letterlijk dat het iets over 10 is. Ja. Dat klopt natuurlijk niet. Dus juist voor dat moment. Heb jij die klok geblurred, behalve op het moment dat het moest. Maar ik vind het eigenlijk ook alweer een beetje grappig. Ja, maar echt hoe vaak dit gaat gebeuren, dat is echt insane. Ja, we hebben echt nog zoveel video's waar echt zulke domme fouten in zitten. Ja, sorry, maar dit is toch ook weer zo achterlijk? Ja, echt. Maxime, heb je nou heel de dag niks gedaan? Niks gedaan? Ik had gevraagd of je even de hond wilde uitlaten. Of je even de ramen wilde zeven. Of je even de vaatwassen wilde doen. Maar alles is blijkbaar te veel gevraagd. Oké, ik heb dus blijkbaar niks gedaan. Ik moet hier ook alles doen in huis. Ja, wat is nou die fout? Als je deze niet ziet... Ja, ik heb deze weer geëdit. Ik heb het weer verpest. Heb jij deze ook? Ik heb deze echt geëdit. Ook deze heb ik weer niet gezien, hè. Dus ja. Don't blame yourself, also blame me. Wat dus de fout is, het zit boven in de titel. Er staat, ik die kusjes uitvoer die mijn moeder me heeft opgedragen. Er moest staan, ik die klusjes uitvoer die mijn moeder me heeft opgedragen. Ja, he. Echt na 10 keer lezen dacht ik... Oh shit, dit is het. Hey, maar wat wel het mooie is aan dit soort fouten, hè? Je ziet wel gewoon dat het handmade is. Geen AI-rotzooi, nee, gewoon handmade. Is het altijd goed daardoor? Nee. Nee. Maar blijft het daardoor menselijk? Ja! Ja, die. Oh. Ja, mam, waar zijn die afvalbroodjes dan? Ik zie ze helemaal niet liggen. Oh, die liggen gewoon aan de la. Yes! Dus we hebben nog wel gewoon brood. Mam, wat heb je nou weer te klagen? Ik kan verder niet zeiken of klagen of zo, maar volgens mij is die over de datum. Kenmakkelijk, is nog dat in augustus haalbaar? Mam, augustus 2010. Maar weet je wat, ik eet hem wel gewoon, hè, want kan makkelijk. Deze, moet ik zeggen, vond ik eigenlijk ook wel heel grappig. Ja, ik vind deze fout ook wel echt heel erg grappig. Maar wat denk jij wat de fout is? Ik heb 10 seconden. 10, 9, 8... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Nee, wat de fout is, we zitten natuurlijk een beetje te discussiëren of dat brood wel goed is, ja of nee, want er zit echt heel erg veel schimmel op. Ja, dat is ook echt heel vies. En op het einde van de video loop jij weg en er ligt gewoon een heel mooi nieuw pakje met hele verse keizerbroodjes die niet beschimmeld zijn. Waarom eet je dan niet gewoon die op, Maxime? Ik lust ook eigenlijk helemaal geen keizerbroodjes, dus op zich. Ik had wel eerder die beschimmelde gegeten. Ja. Maar ik weet dus niet welke fout hier is. Oh, dan ben ik ook wel benieuwd dat jij die fout ziet. En wat voor producten gebruik je voor je haar? Anti-roos shampoo, €2,50, lekker goedkoop. Oh, anti-roos shampoo? Nou, maar even mee. Hoor je dat? Anti-roos shampoo? Gaan we aanmerken. Oké. Mijn advies voor jou is... deze, met deze, en deze, en deze, en deze. En dan sluit je af met... deze. Oh, nou ja, oké. Doe dat dan maar. Geweldig! Doe dan €500,30 alsjeblieft. Pin of contant? Je weet het. Ik heb hem door. Maar jij het ook. Ja,
Weet jij het ook? Heb je het ook gezien? Dat is de harde deur. Vertel, wat is de fout? Nou, ik heb dus net even goed gekeken. En het is echt weer een hele domme fout. Ja. Je ziet ze op een gegeven moment een hoofd vliegen. Die gooi ik dan naar achter. En even later staat het hoofd gewoon weer op de plek waarvan ik hem vandaan heb gehaald. Dan staat hij gewoon weer naast je. Hoezo? Hoe kan dat? Maar volgens mij is deze niet echt opgevallen bij mensen. Nee? Zal ik eens kijken of dat er comments tussen zitten? Nee, oh, dit heeft niemand gezien. Wel grappig, want jullie zijn wel altijd heel scherp. Ja, vaak hebben jullie de fout eerder door dan wij zelf. Jongens, ik ga even boodschappen doen. Hou alsjeblieft een keer het huis weer op. Ja, man. Oké, okay, dan moet ik dan maar op vertrouwen, hè? Ja. Yeah! Ah! Ah! Was de baas! Mama en oma! Jullie! Ik zet het hier in betaal! Ik moet heel eerlijk zeggen, deze zag ik echt pas laat. Ja, wat is de fout? Wat denken jullie? Ik geef een tip. Hij zit aan het einde van de video. Wat is de fout? Fout! Het wordt een soort Dora-interactie. Natuurlijk hebben wij niet de vaas uit het raam gegooid. Dat zou wel een beetje erg veel impact hebben. Dus wij dachten, nou, we gaan die vaas niet van verdieping 3 gooien. Die gooien we gewoon van een ladder af. Ja. Maar op een gegeven moment staat die ladder dus nog achter mij. Ja, dat was echt het slimste ooit. Ja. Dat was echt wel heel stupid. Echt heel dom. Hier nou fout? Is het A, de hagelslag is over de datum? Is het B, de knoopjes van Maxime zitten niet goed? Of is het C, we hebben echt een hele domme typfout gemaakt? Het is vast niet C. Nee, dat zullen we nooit doen. Nee, absoluut niet. Dat doen we nooit. Het antwoord is C. Er staat dus in de titel D-A-U-G-T-H-E-R. Nou, dat is dus geen dadder. Nee, dat is dochter. Maar alleen de eerste keer hebben we het fout getypt, dus we weten het wel. Misschien moeten we gewoon wat meer tijd nemen dat we de typfouten niet meer maken. Nee, want dan kunnen we dit soort video's niet meer maken. Ja. Oh my god, Sophie, daar staat hij. Max, ga nou even een keer vertellen dat je hem leuk vindt. Ja, maar ik durf niet! Doe het gewoon! Go! Hey, Max. Hoi, Sander. Ik moet je wat vertellen. Serieus? Ik moet jou ook wat vertellen. Oh, drols. Wat dan? Ik vind Sophie leuk. Dat is geweldig nieuws. Maar wat was jouw nieuws? Ja, nieuws. Ja, wat is er nieuw? Ja, mijn slippers zijn nieuw, nieuwe patta's. Oh ja, nice. Oh, daar komt ze. En Max, heb je al verteld dat je hem leuk vindt? Sophie! Jij vindt mij leuk? Maar ik zei net dat ik Sophie leuk vond. Ik wil geen woord meer over horen. Ja, dit is nou zo'n situatie, daar hou ik me graag buiten. Heel graag. Ik ben nog benieuwd of jullie de fout kunnen vinden. Je hebt er 10 seconden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Het is eerder 5. Ja, maakt niet uit. Maar ja, ik moet zeggen, dit is wel een klein foutje. Dus als je deze niet hebt gezien, ik blame je niet. Wat de fout is, wij zitten natuurlijk eerst te bespreken dat Maxime Sander leuk vindt. Vervolgens loopt Maxime naar Sander toe. Precies op dezelfde plek waar wij het hebben besproken. Ja, dus eigenlijk stond Sander letterlijk op de plek waar Sophie stond. Want dat kan dus helemaal niet. Ja, maar je hebt soms met filmen gewoon maar één goed hoekje met licht. Kijk, hier in Nederland hebben we gewoon niet heel erg vaak goed licht. En daar kloten wij heel vaak mee als videomakers. Dus ja, dan moet je soms gewoon roeien met de riemen die je hebt. Jongens, jullie eten wel je bord leeg, hè? Mam, het is zo goor. Mam, het is echt heel erg vies. Jongens, als jullie je bord niet leeg eten, krijgen jullie ook geen toetje. Die moet ik hebben. Dit is alles of niets. Zo, dat toetje werkt. Ja, ze eten goed door. Mam! Het is op, het is op! Toetje! Oh, maar jongens, dat is jullie toetje niet, hè? Die is van ons. Nee, voor jullie had ik lekker banaantjes gekocht. Ik heb hier zoveel trek in. Ik denk eerlijk gezegd ook dat ze deze niet per se zien. Maar het is eigenlijk ook niet echt een fout, want het is eigenlijk als toevoeging heel erg grappig. Mm-hmm. De ouders die zitten natuurlijk heel erg op te hameren dat Maxime en Aaron hun eten moeten leeg eten voordat ze een toetje krijgen. En vervolgens beginnen de ouders aan een toetje terwijl hun eigen bord nog niet leeg is. En ik heb die banaan moeten opeten. Sorry, ik had er maar 2 gekocht. Was in de bonus. Was er nog maar eentje. Ik zit er nog steeds mee. Maak jij de video even je eentje af?
Ik trek het even niet meer. Frick. Oh, ik stoot in mijn knie. Dat was de grootste fout ooit. Ik hoorde helemaal niks. Wat wilde je horen? Dat mijn bot brak? Nee, gewoon een... Vind je het leuk om te horen? Pijn heb. Vind je het leuk? Deze is ook weer zo. Ja. We hadden deze fout trouwens in de video zelf wel door. Maar we dachten, ha, het is eigenlijk best wel grappig om het erin te laten. Ja. Dus ik ben benieuwd of jij het ook ziet. Oh, oh, oh. Geef die pop maar aan mij, hè. Dat is echt mannenwerk. Nou, oké. Okay. Wacht even hoor, ik heb hem bijna. Ik heb hem bijna. Ik krijg je echt niet open hoor. Ja, dat denk ik ook niet, nee. Wie doet dat dan? Zien jullie de fout in deze video? Ik krijg 3 seconden. 3, 2, 1! Deze fout is niet te missen. Het zit ook op het eind. Het is ook best wel een beetje obvious. In deze video smeer ik de jam op mijn bord. Want er ligt geen cracker onder. Want die hadden we al eerder weggehaald. Die cracker heeft nooit op mijn bord gelegen. Dus ik smeer letterlijk mijn beleg op niks. Ja. Waarom deed je dat eigenlijk? Dan ben ik gewoon vergeten. Ik snap jou soms gewoon niet. Die jongen, hè? Die je daar in de video ziet. Is dat niet... Nee. Volgens mij is dat iemand anders. Hij is veel knapper. Ja. Hier. Makasi. Oh, dankjewel. Ja, in Nederland zeggen we natuurlijk altijd dankjewel. Oeh, het is wel fris hier, hè? Zo, het is hier 29 graden. 29? Ja, in Bali was het altijd gewoon standaard 30 graden. Sof, ik kreeg nog geld van jou. Oh ja, ja, klopt. Alsjeblieft. Dit is geen euro. Oh ja, in Nederland betaal je natuurlijk met euro. Ja, in Bali betaalde ik altijd met rupia. Zullen we met de auto gaan? Auto? We kunnen beter een Gojek bestellen. Gojek? Gojek, ken je dat niet? Oh nee, wacht, dat heb je natuurlijk niet in Nederland. Ja, gaan we met de auto. Je kan het meisje uit Bali halen, maar Bali niet uit het meisje. Het erge is, er zit niet 1 fout in, maar er zitten er zelfs 2 in. Ja, denk maar even na over de fout. Sophie, zegt het antwoord maar. We hadden natuurlijk net verteld dat wij wel eens typfouten maken. Wat de titel namelijk had moeten zijn is die ene persoon die in Bali is geweest. Maar de persoon die dit heeft geëdit, volgens mij ben ik dat geweest. Die heeft getypt die ene persoon die ik Bali is geweest. Maar ook echt op de titel. Waarom doen we dat iedere keer op de titel? Het is echt zo stupid. Het is zo dom. Echt. Het is op Bali, niet in Bali. Oh. Echt? Het is gewoon eiland. Dus we zijn ook nog eens loser dat het sowieso verkeerd wilde schrijven. En vervolgens hebben we het daar overheen nog een keer verkeerd geschreven. Maar daarvoor hebben we Sander. Maar er zit naast die fout ook nog een andere fout in. Dat is op het moment dat ik buiten zit met mijn trui aan en ik zeg dat het 29 graden is. Zo, het is hier 29 graden. En Sophie heeft een topje aan, maar ik loop daar zelf in de trui. Dus dat slaat helemaal nergens op. Heel onlogisch dat jij een trui aan hebt. En het was logischer geweest als jij de trui had. Ja, precies. Maar hij is wel heel goed gegaan, want de video heeft wel 127,6000 likes. Niemand heeft het gezien, denk ik. Nee, precies. Behalve al deze reacties die nu hier ziet. Jongens, zijn we er klaar voor? Voor wat? Jullie mogen dit over ons heen gooien. Serieus? Hey, de lul. Yeah! Ha. Oh my god. Oh, nee. Oh, dit is het goorste ooit. Maar Sophie, wat is de fout? Zal ik dat eens even gaan vertellen? Ja. Wij doen hier in ons haar cola, ketchup en vervolgens hagelslag. Ingrediënten samen tot een hele grote fout. Natte hagelslag? Stinkt. Tijdens het douchen kwamen wij erachter van, oh, dat hagelslag blijft in ons haar zitten. Ja. Oh, we hebben echt meer dan een week hier nog last van gehad. Maar ja, uiteindelijk is het wel uitgekomen. Oh, ik ben benieuwd. Er zit nog een yin. Oh, hallo mevrouw. Heeft u misschien nog wat over de Hartstichting? Mam! Mam! Momentje hoor. Contant geld. Wie heeft dat nog tegenwoordig? Nee. Ook al niet meer. Het geld groeit maar niet op de rug. Oh. Toch
toch wel blijkbaar. Daar ben ik weer. Ah, het duurde even. Maar dan heb je ook wat. Kijk eens, alsjeblieft. Dankjewel, dankjewel. Ja, ik heb nu een kwartier gewacht. En met deze bijdrage kunnen we dus helemaal niks. Dankjewel. Ja, wat was hier de fout? Het valt ook echt niet op. Hartstichting is verkeerd geschreven. We hadden expres hartstichting een D gedaan, omdat we gewoon grappig vinden dat er dan zeg maar zo'n overdreven fout in zit. Hartstichting is natuurlijk met een T en niet met een D. Mm-hmm. Wie gaat nou geld ophalen met een waterkan? Boom, zijn weer zo grappig. Hartstichting met een D. De allerlaatste video en deze is met Dylan Hagens. Dit is ook een fout. Blijf vooral goed kijken. En wees scherp. Hey mensen, vaders en moeders, wat voor typen zijn het toch? Echt zo'n goede YouTube, hè? Ja, hij is echt leuk. Ja. Dames, wat zijn jullie aan het doen? Oh, gewoon een video van... Ah! Zo, jij bent lelijk in het echt. Zo, inderdaad. Lelijk? Laat me eens even kijken. Jeetje, man. Ik vind hem eigenlijk best wel grappig. Ja, ik vind hem ook wel grappig. Dit is gewoon een foutje, ja. Ja, maar dit foutje hebben we volgens mij ook expres gedaan. Ja, dat denk ik ook. Maar wat is de fout? Ja, de tijd is om. De fout is dat Dylan op een gegeven moment een bepaalde bek trekt naar de spiegel toe. En dan zie je een POV vanuit de spiegel. En meneer trekt een heel ander gezicht. Volgens mij was het eerst deze. En dan deze. En daarna weer... Ik vind het daardoor eigenlijk gewoon grappig. Ja, ik ook. Ik vind het daardoor ook wel leuker. Ja, jongens, wij gaan nog lang niet stoppen met video's maken. Dus er zullen ook zeker nog wel video's komen met fouten erin, 100%. Want ja, zo slim zijn wij niet. Nou, weet je, mensen maken ook gewoon fouten. En van fouten leer je. Oh, mooi joh. Video met een boodschap. Ja, dus als je ouders denken, nou kijk, ben je meer Maxime en Sophie? Dan zeg je, mam, vandaag heb ik wat geleerd van Maxime en Sophie. Ja, dus hoef ik ook niet naar school toe. Tot de volgende video. Vergeet zeker niet te abonneren en te liken. En dan Volgende week. Tot volgende week weer. Lijkt me leuk. Later. Hey, hoi. Hoi. Hey. Doei. Ja, wat ja. Hij zegt. Hey, het is al best wel laat. Ik moet eten. Je hebt niet zo'n horloge om. Het is 5 uur. Ik moet eten. Doei.